Hallo, welkom bij een nieuwe boekbespreking. Vandaag het boek over Osho. Falling in love with darkness, overcoming the fear of darkness and discovering its qualities of rest, relaxing and profound peace. Het is een boek vol met luchtige materie, wat luchtiger dan de sutra's die we eerder hebben behandeld. Maar desalniettemin was het een interessant boek. Wel heel veel voorbeelden, luchtige voorbeelden waar we niet heel veel aan hebben. Maar ik heb toch de onderliggende theorie eruit gefilterd en daar kunnen we wat meer over praten, wat meer over hebben. De kern van het boek is eigenlijk, we moeten naar binnen gaan. We moeten echt naar binnen gaan. En om spiritueel te kunnen groeien. En dat is wat de meeste mensen niet doen. En dat schrijft hij ook. We moeten de darkness ingaan. We moeten uiteindelijk heel erg diep naar binnen gaan om uiteindelijk spiritueel te groeien. En we moeten naar dat donkere hol. Hij zegt eigenlijk van heel veel mensen die houden zich bezig op een gegeven moment met spiritualiteit, met meditatie, met zingeving. Maar mediteren 10 minuutjes per dag en daar blijft het dan bij. Maar hij zegt, we moeten echt 1 uur tot 2 uur per dag mediteren om dieper te kunnen gaan. Om dat gedeelte, hè, die 3 harten op rij, de river of bliss consciousness, naar de zijkant van je hals en naar je kruinchakra. Om die lijn te kunnen openen, om daar het conscious te voelen en daar het bewustzijn te voelen. Zullen we uiteindelijk langer moeten mediteren en meer moeten contempleren. Anders kom je er niet. Dus we moeten van de darkness gaan houden om profound peace te kunnen ontdekken. Daar hamert hij in het boek heel erg op. We gaan allemaal, zie ik heel veel vrouwen, maar ook mannen, zie ik allemaal naar cursusje toe gaan. Dit, cursusje dat, yoga dit. Weet ik veel wat voor cursus je allemaal hebt, maar echt is een keer diep naar binnen gaan, dat doen heel veel mensen niet. En dat is jammer om te zien, want daardoor is er geen spirituele groei mogelijk. Waarom doen mensen niet? Waarom gaan mensen niet uiteindelijk de diepte in? Dat komt omdat ze bang zijn. Ze zijn bang om de diepte in te gaan, omdat er allerlei emoties van het verleden naar boven kunnen komen. En zelfs ook karma's van je vorige leven of van de toekomstige levens die je nog gaat leiden. Die worden allemaal in het verlichtingsproces in dit leven komen ze eigenlijk allemaal naar boven toe. Negatieve herinneringen uit het verleden, negatieve ervaringen, die zullen allemaal naar boven toe komen op het moment dat jij langdurig gaat mediteren. En daarvoor zijn mensen eigenlijk bang. Mensen zijn bang voor de stilte vanwege dat principe dat er allemaal shit naar boven kan komen. En Osho hamert daarop, die geeft dat aan van we moeten daardoor heen, we moeten naar die donkerheid in onszelf om uiteindelijk spiritueel te kunnen groeien, om uiteindelijk gelukkiger te worden en uiteindelijk te stijgen op die consciousness levels, op die bewustzijnslevels die we hebben. Hij maakt een interessante link. Hij zegt eigenlijk mensen die in het leger hebben gezeten of die in moeilijke situaties hebben geleefd, politieambtenaren bijvoorbeeld, militairen, dat zijn mensen die in oorlogssituaties terecht zijn gekomen of in acute levensbedreigende situaties. Dat zijn echt mensen die later heel erg geïnteresseerd raken in de spiritualiteit, in zingeving en in meditatie. Hoe komt dat nou? Op het moment dat jij in levensbedreigende situaties terechtkomt, je aan het front staat en je gaat oorlog voeren, dat betekent dat jij helemaal aanwezig bent. Je bent helemaal vol intentioneel met je vak bezig, met het wapen wat je hebt, met de tank waarin je rijdt. En je doet dat met volle overtuiging, want je weet dat je leven eigenlijk op het spel staat. En daarom is oorlog en conflict en alles ook heel erg verleidelijk, omdat het eigenlijk het afspiegeling is van het zijn. In meditatie ben je namelijk ook helemaal aanwezig. Ben je helemaal
in het hier en nu. En ben je helemaal, voel je alle stromen die in je lichaam, zijn. De energiestromen, de River of Bliss Consciousness, voel ik op dit moment door mijn drie harten gaan op rij naar boven toe, naar mijn kruin. Met meditatie ben je ook helemaal aanwezig, ben je 100% in de natuurstaat die eigenlijk ons toebehoren. Die ons toebehoort. Dus hij maakt daar een koppeling tussen angst en levensbedreigende situaties en spirituele groei. Dat het heel logisch is dat heel veel mensen zich uiteindelijk gaan interesseren in die spiritualiteit, in dat zingeving en in die meditatie. Dus mensen durven enerzijds wel die darkness en die moeilijkheid op te zoeken extern. Dus dit is de link, dat is heel erg interessant. Dus mensen gaan wel oorlog voeren, strijd, conflicten uitlokken, om maar uit het hoofd te komen en om maar helemaal aanwezig te kunnen zijn. Vluchten ze in drama. Maar uiteindelijk durven ze dus niet de darkness, de donkerheid, de negativiteit op te zoeken in jezelf. Want eerst komt er heel veel negativiteit naar boven tijdens mediteren. Je wordt boos, je wordt anger. Maar langzamerhand wordt dat getransformeerd naar love en naar peacefulness. Dus dat is interessant, hè? Dus mensen die boos zijn of die gaan vechten, in het leger zitten, die hebben eigenlijk een spirituele behoefte waar ze eigenlijk niet toe durven komen als ze niet mediteren. Dus de grootste tip, advies die hij geeft is Osho, ga mediteren, ga ermee aan de slag en ga door dat donkere hol heen. Dan pas zou je het eigenlijk kunnen bereiken, dan pas kan je het eigenlijk van binnen pas voelen. Volgende onderwerp. Iedereen is zoekende in het leven. Iedereen is zoekende in het leven, dat is waar. Maar we zijn veelal eerst zoekende naar geld. Waarom zijn we zoekende naar geld? Omdat geld uiteindelijk kan zorgen dat al je behoeftes zijn vervuld. Niet de spirituele behoeftes, maar uiteindelijk kan je door middel van heel veel geld verdienen, kan je vrijheid kopen, financiële vrijheid. Onder het streven naar financiële vrijheid zit weer de behoefte aan spirituele groei. Want zonder vrijheid kan je niet spiritueel groeien. Maar hij zegt, we zijn extensief aan het zoeken. We zijn extensief aan het zoeken naar geld. We zijn extensief aan het zoeken naar fame, naar roem. En als we eenmaal in dat hele excessieve zoekende zijn, stappen mensen heel vaak over. Als ze geld hebben en roem, stappen mensen over naar het excessief zoeken naar enlightenment, naar spirituele groei. En dat is wat hij zegt, dat is weer niet goed. We moeten niet excessief groeien. We moeten juist ook dat excessief moeten we loslaten. Het is de middle way wat hier geldt. Het is de balans, het is de nuance. Dus niet constant zoeken, 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 maar ook dat zoeken is een keer loslaten. En dan pas kan je eigenlijk helemaal aanwezig worden en dan pas kan je naar binnen treden. Dus escaping from searching noemt hij dat. Niet telkens maar zoeken, zoeken, zoeken in externe omstandigheden, maar het echt zoeken in jezelf en ook weer dat zoeken loslaten. Het is een ontzettend moeilijke balans om te kunnen. Dus als je geld hebt, zie je heel veel mensen, dan gaan ze running for enlightenment. En vaak zoeken mensen eerst geld, want dan krijgen ze respect van derden. Dan gaan ze zoeken naar roem en aandacht en hoge posities en roem, aandacht, dat zorgt voor ook respect voor derden, enigszins. En dan gaan mensen zoeken naar God. Dan gaan mensen zoeken naar het religieus. En dat doen ze weer vanuit het perspectief, weer vanuit een ego-positionality van kijk mij eens spiritueel doen. Of kijk mij eens religieus doen. Ik ga elke dag naar de kerk of whatever. Dat doen mensen dus ook vaak uit respect voor derden. Dus weer omdat ze bevestiging nodig hebben van de externe wereld. En daar loopt het heel vaak mank. Dan gaat namelijk je spirituele ego gaat tegen je werken. En dan bereik je niet het zijn. En bereik je niet de lijn. Bereik je niet de river of consciousness. Dus we moeten uiteindelijk, als we naar de spiritualiteit kijken, heel erg oppassen dat ons spirituele ego niet gaat opwaaien.
opleiden. Zelfs als je een spirituele leider wordt in een bepaalde community, of dat je een groep met mensen krijgt, of volgers, of je status neemt enigszins toe in een bepaalde sociale cirkel. Zelfs dan moeten we heel erg oppassen dat we ons niet verheven gaan voelen en dat we niet dat ons spirituele ego ons niet gaat overheersen. Want dat verstoort juist weer de spirituele ontwikkeling. Dus dat het doen om respect te krijgen van derden is niet goed voor je spirituele ontwikkeling. Dus dat is een grote valkuil waar Osho het in dit boek over heeft. Dat we te veel dingen doen voor derden en niet voor onszelf. En we moeten juist, en het klinkt egoïstisch, eerst onze vlam in onszelf ontdekken. Als we niet onze vlam in onszelf ontdekken, kunnen we nooit deze vlam aan doorgeven. Kunnen we niet het vuur doorgeven aan een ander. En te veel mensen geven vanuit een helpersyndroom. Geven vanuit een zieligheidssyndroom. Ze geven omdat ze leeg zijn. Geven omdat ze leeg zijn. En dan kan je niet iets geven als je zelf leeg bent. Als je zelf onvervuld bent. Dus je moet een bepaalde, ook een ego hebben om vervuld te raken. En aan jezelf te denken om die vlam te kunnen krijgen. Want dan pas kan je die vlam weer doorgeven aan derden. Dus zo werkt het mechanisme eigenlijk. Volgende onderwerp. Osho gaat ook best wel hakken op de tak. Het komt door zijn spontaniteit, dus het gaat naar links en rechts. Complications betekent meer diepgang. Doorleven het leven. Dat heb ik in de sutra's ook al behandeld in de vorige twee video's. Van met alle strugglings die je hebt in het leven, doorleef ze. Laat ze toe. Want dit zorgt weer voor diepgang in je leven. Dus struggling life is niet slecht. En hard life is ook niet slecht. Want juist al die nare dingen die je meemaakt, al die vervelende dingen die je meemaakt, kan je transformeren naar spirituele groei. Dat zijn fuel, dat is brandstof om op te stijgen en door te gaan met jouw proces. Dus complications maakt je leven eigenlijk alleen maar beter. Dus je kan daardoor ook een positief beeld creëren van de nare dingen die je hebt meegemaakt. De trauma's, de negatieve ervaringen. Zie dat als fuel, zie dat als brandstof om dat te transformeren naar spirituele groei en daardoor meer happiness te creëren in jouw leven. Daardoor ook leef in onzekerheid, leef gevaarlijk, leef vol. Je kan niet zeker leven, dat is onmogelijk. Je moet af en toe gevaarlijk durven leven. Hij haalt daar ook weer niets aan. Leef gevaarlijk, en dan bedoel je niet zoek gevaar op, maar leef in onzekerheid. Niet zo zeker in het leven. En als je dat kan, als je in pure onzekerheid kan leven, dan leef je pas echt. Dat is zijn redenering die hij maakt. Volgende onderwerp. Blessed are those who are able to be last. Dat is eigenlijk wat Jezus Christus zei. Ik heb er een quote over geplaatst vorige week. Blessed are those who are able to be last. Hier heb je weer die ego-positionalities. We willen telkens maar haantje de voorste zijn. We willen de beste ergens in zijn. We willen een hogere positie bereiken in de samenleving. Maar stap daar af en toe van af. Dit is ook weer wat Jezus zei van oké, niet te veel arrogantie, niet te veel pride. Probeer te streven, en dat is heel mooi, ben ambitie, mag je best hebben, maar probeer niet dat vanuit ego te doen en aandacht om aandacht te krijgen van derden, of dat je per se een hogere positie wil bereiken omdat het meer geld oplevert. Maar doe dat vanuit liefde, niet vanuit ego. Doe dat vanuit iets intrinsieks en niet omdat je de behoefte hebt om aandacht van derden. Dat is wat Jezus hier bedoelt. Bescheidenheid siert de mens. Dus ook bescheidenheid is goed om toe te passen in je leven. Om af en toe een stapje terug te doen. Om niet telkens maar het grootste woord te hebben. Belangrijk issue. Ik wil toegaan naar meditatie. En je zegt daar iets interessants. Eigenlijk kan je 's ochtends het beste
zittend mediteren, dan ben je wakker, ben je fresh en dan heb je nog minder gedachten in je hoofd rondslingeren. Dus 's ochtends zou je het beste kunnen mediteren zittend. Hij zegt alleen maar 's avonds, als je dus voor het slapen gaan gaat mediteren, doe het dan liggend op je bed. En het is een best wel een interessant issue wat hij hier aansnijdt, wat ik nog niet wist. Maar hij zegt, anders ga je namelijk zitten op een stoel en dan val je half in slaap. En dan word je weer wakker, want je gaat nog even wat drinken, je gaat naar je bed toe lopen of je neemt een douche of je gaat nog tanden poetsen. En dan pas ga je naar bed. Maar je wil eigenlijk een vloeiende lijn krijgen van meditatie naar het zijn, naar die river of bliss consciousness en dan zeg maar in slaap vallen. Dus daar moet geen hindrance zijn. Hij heeft het over enter the sleep without hindrance. Zonder strobbelingen. Dus je wil eigenlijk 's avonds op je bed liggen en dan naar binnen gaan. Naar die hartstreek, naar het spirituele hart, je hartchakra, je linkerhart, de hals en naar je sahara, naar je kroonchakra. Daar op focussen. En dan heb ik vorige video's uitgelegd. Het duurt anderhalf jaar voordat je dat niveau bereikt. Maar ga op bed liggen, focus je daarop. Op die plekken in je lichaam. Het beste beginnen bij je spirituele hart, want als je spirituele motor, dan kan je rustig pas in slaap vallen en zonder hindrance. Dus dat is een goede tip wat hij hier heeft opgeschreven. Ik wil naartoe gaan naar wat uitgebreider verhaal, een uitgebreider punt. En dat is eigenlijk gaat over liefde als vorm van zijn. En dat is geen liefde in de vorm van verliefdheid, maar dat is een state of being. En hij legt daar een link met de monogame samenleving, hoe we die hier hebben. En dat maakt het wel heel erg interessant om dat te behandelen. Hij schrijft erover op bladzijde 140, 141. Ik zal een beetje voorlezen en dan zal ik wat toelichting geven. Want het zijn wel hele interessante teksten die hij hier opschrijft. Omdat we in de westerse samenleving vooral en ook in heel veel gebieden ter wereld toch in een monogaam systeem zitten. Waarin we elkaar seksuele exclusiviteit geven. Dus we zitten bij elkaar, man en vrouw. En we leven serieel monogaam. Hè? Dus we hebben een relatie, 5-6 jaar en dan gaat het over. En dan zijn we even single en dan stappen we weer een relatie in. En dat is weer monogamie. En dan gaat het weer uit en dan gaan we weer in een monogame relatie zitten. En zo leven we ongeveer. Sommige stellen houden het heel lang vol met elkaar. Sommige wat minder lang. Maar die dynamiek zie je in de westerse samenleving vooral terug. Teruggekomen, maar ook op meerdere gebieden op aarde natuurlijk. En daar heeft hij een bepaalde mening over van hoe dat uitwerkt binnen de spiritualiteit. If we get attached to one person, the flow of love stops and love turns into attachment. Dus als je je verbindt aan één persoon op het gebied van liefde, dan stopt de flow of love. En turns into attachment. Dat zie je dus heel vaak. Het begint met verliefdheid. Haha, heel leuk. En je gaat vrijen. En dan komt er serieus. En dan wordt het trouwplannen. En dan wordt het een attachment. En dan, ja, dan stopt de liefde. Dat zie je gewoon bij heel veel stellen gebeuren. Dan is de vonk is over. En dan komt er een dalende trend. Dus even met je relatiecoaching tussendoor. If we spread our love and the flow of love is unobstructed, then love becomes prayer. Dat is een verkorte samenvatting van wat dadelijk gaan bespreken. Hij zegt, als je doorgaat met liefde verspreiden, dan, en zonder beperkingen, zonder unobstructed, dan wordt jouw liefde een vorm van gebed. Heel interessant. Dus als je doorvrijdt met andere mensen, als je liefde deelt, complimenten uitdeelt, flirt of positiviteit verspreidt, noem ik het, dan wordt het een gebed uiteindelijk. Think about this. Dus nu komt een nadere toelichting. If love stops at one individual, then it becomes attachment and creates bondage. Dus je wordt gebonden. But if it goes on expanding and spreads over all, slowly and slowly becoming unconditional. Dus langzaam gaan we naar unconditional love toewerken.
we have no condition on it. Then we will love only this person. Then it remains just a state of being, so we can only love and nothing else. Dus op een gegeven moment wordt dus where we will love only this person, then remains just a state. Dus we moeten uiteindelijk naar een state of being of unconditional love. En dat gebeurt pas als je het kan expanden en verspreiden. En dan legt hij de link naar het familieleven. Interessant, familiedynamieken. That is why all families have become the center of stench. Dus hij zegt, het wordt een stilstaand water, familiedynamieken. Door monogamie. They all have become ponds and full smell is bound to arise from a stagnant pond. All our relationships are rotten because the moment of love stops, it starts stinking. Het wordt stilstaand water. Allemaal die relaties. There is nothing between a husband and wife except stink. Dus de monogame relatie dooft uit. Er is geen vuur, er is geen spanning, er is geen passie. Omdat we niet meer liefde mogen delen. En dan zegt hij wat interessants. En dat gaat altijd om de hele kleine tussenzinnetjes. Die hele onopvallende, ogende tussenzinnetjes die het ertoe doen. And there is nothing between father and son and mother and daughter. En dit is zo interessant. Dus hij zegt, omdat er geen liefde kan stromen tussen moeder en vader, kan er ook geen liefde meer stromen tussen vader en zoon en moeder en dochter. En het zou ook wel waarschijnlijk crosslink bedoeld zijn tussen moeder en zoon en vader en dochter. Dus hij zegt, de monogame samenleving en de monogame relaties verstoort dus de dynamiek tussen vader en zoon en moeder en dochter. En dat is waar we over na moeten denken. Dus omdat de liefde verstoord is tussen moeder en vader, kunnen ze ook geen liefde meer doorgeven naar hun kinderen. En we kunnen heus wel elkaar wat meer seksuele vrijheid geven met goede afspraken en nog steeds van elkaar houden en nog steeds met elkaar vrij. Dat kan samen gaan. En dat is denk ik ook wel de toekomst waar het heen gaat. We gaan steeds maar naar opere relatievormen waarbij we elkaar wat meer vrijheid geven, wat meer seksuele vrijheid. En dan zou je inderdaad wel, die liefde kan dan wel blijven stromen, want het ververst zichzelf. En dan kan er wel een mooie lijn bestaan tussen vader en zoon en moeder en dochter. Hij geeft nog een verdere toelichting. When love stops flowing, it loses its incorruptibility. Zijn onkoopbaarheid. Hij zegt, het wordt nu een soort omkoopmechanisme. Dat trouwen en we hebben een relatie en het vaste, dat wordt een soort omkoopmechanisme. Je gaat vaste afspraken maken in ruil voor zekerheid en financiële steun en seksuele intimiteit. Dat is eigenlijk wat een relatie is. Dus it loses its incorporability, it loses its omkoperheid, its innocence, zijn onschuldigheid en its freshness. Freshness, dus het is niet meer fresh. Hè? Dus als we inderdaad geen liefde mogen meer delen met andere personen naast je relatie. And we try to stop love because of our attachment and our fear that it should not spread onto others. We handelen uit angst. Dus als je in een monogame relatie zit, dan ga je heel veel mensen stoppen met complimenten uitdelen aan derden. Met flirten, met complimenten uitdelen, met elkaar een beetje aanraken, omhelzen. We stoppen de liefde voor anderen omdat we bang zijn om die ene te verliezen. En dat is een angstmechanisme. En dus we handelen dus vanuit angst. Dus dit gaat best wel diep, hè? And our fear that it should not spread onto others. We all try to prevent it with the idea that it no longer spreads. We will get more of it for ourselves. Dus het is niet alleen maar handelen vanuit angst. Van, oh, anders ben ik diegene kwijt. Als ik nog doorga met vrijen met anderen of liefde ga delen. Oh, dan ben ik bang dat diegene verlies. Maar het is ook nog eens een keer vanuit egocentrische motieven geïnspireerd. We doen het alleen maar omdat we meer willen krijgen of it for ourselves. Dus we willen meer seksuele en liefde krijgen van die ene persoon alleen.
En nou komt nog een belangrijke link. Dus het is een egocentrische manier van handelen, de monogame relatie. The interesting fact is that the moment it stops, it becomes stagnant. Maar, dus vanuit angst handel je, dan ook nog eens egocentrisch in die monogame relatie. En dan ook nog een keer dat het niet werkt, want the love stops. It becomes stagnant, dus het wordt een stilstand water. And then nothing is gained. Dus op een gegeven moment heb je er helemaal geen winst aan te beleven aan die monogame relatie. It should grow, it should expand, and should continue to expand. The more it expands, the more it reaches its maximum expansion. The more it is transported into prayer. Dus hij zegt, de liefde zal transcenderen naar grotere hoogtes. En dat schrijft hij ook in zijn sutra's. Alleen mannen die vrijen met meerdere vrouwen, kunnen seks transcenderen. En dat is interessant. En hoe komt dat nou? Dat komt omdat je niet meer alleen maar de seksualiteit per se moet halen bij één vrouw. En daardoor de vrouw claimt. En dat hoor ik ook van heel veel vrouwen. Van ja, hij is er eigenlijk alleen maar om zijn zaad kwijt te raken. En daarna hoeft hij me niet meer te zien. Dus je hebt niet meer een seksuele claim op een vrouw. Als je besluit om het open te laten voor elkaar. En die claim juist van, oh, ik moet per se seksualiteit halen bij een persoon, zorgt er juist voor dat de liefde niet kan stromen. Omdat het te exclusief is gebleven. Je wil eigenlijk liefde geven, seksualiteit geven, vanuit vrijheid. Vanuit ultieme vrijheid. En niet vanuit angst. En niet vanuit ego-mechanismes. Dus dit zijn hele kritiek op die monogame wijze van denken. Transformed into a prayer. Dus je kan alleen maar seks transcenderen als je met meerdere personen gaat. Omdat je dan niet per se bij één iemand hoeft te halen. En daardoor wordt je liefde unconditioneel. And finally, if love goes on expanding, it reaches the ocean that love becomes prayer. Dus op een gegeven moment wordt het zo hoog. Wordt het zo verdeeld, jouw liefde, dan wordt het een soort gebed. En dan wordt het unconditional, dan wordt het unconditional love. En daar wil je eigenlijk naartoe gaan als mens. Dat is de hoogste vorm van self-explanation, self-discovery. Dus naar die enlightenment toe werken, naar die spirituele groei toe werken. Gebeurt juist door het delen van liefde. En dat is natuurlijk heel erg interessant. Dus als je meer liefde kan geven, zit er ook meer liefde in jou met je partner of waar je emotioneel verbonden mee voelt. En als dat er is, kan je dat ook weer doorgeven aan je kinderen. Dus die link is zo essentieel. Hè? Dus dat die liefde niet meer stroomt tussen moeder en vader, dan kunnen moeder en vader ook geen liefde meer geven aan hun kinderen. Dus het is echt te overdenken waard om de monogame relatie is stevig onder de loep te nemen. Essentieel denk ik, want seksualiteit is het fundament van onze samenleving. Ja, heel erg bedankt voor het kijken naar deze boekbespreking. En ik wens jullie allemaal een hele fijne dag toe. Hoi hoi!